Het Nationaal Leger kan nu weer luchtverkenningen uitvoeren en als zodanig Suriname beschermen. Dit is mogelijk sinds de wederingebruikname van de drie Chetak-helikopters die een grote onderhoudsbeurt kregen. Nu de helikopters van de Surinaamse luchtmacht weer operationeel zijn, kan het beleidsplan van Defensie volgens minister Krishna Kumari Mathura worden uitgevoerd. De heli's zijn langer dan een jaar aan de grond gebleven, omdat de COVID-19-pandemie onderhoudswerkzaamheden welke worden uitgevoerd door de Indiase leverancier van de helikopters bemoeilijkten. De drie Chetak-helikopters werden in 2009 uit de kredietlijn van India aangeschaft en in 2015 in gebruik genomen. In 2019 is er een onderhoudscontract getekend met de leverancier, waarin bepaald is dat de helikopters na een aantal vlieguren zullen worden onderworpen aan een onderhoudsbeurt en inspectie.